Boer Willem is 8 jaar na zijn BZV-avontuur weer verliefd. In 2012 viel Boer Willem als een blok voor Klaas toen hij in het 6e seizoen van Boer zoekt vrouw als eerste boer in het programma op zoek ging naar een man. Helaas pakte het destijds niet uit zoals hij hoopte. Yvonne Jaspers ging bij Willem langs om te kijken hoe het anno 2020 met hem gaat. Je zit tegenover een heel gelukkige man. De afgelopen 8 jaar was het soms een komen en gaan van mannen, vertelt hij, maar nu lijkt Willem iemand gevonden te hebben die voor altijd mag blijven. Ondanks dat Boer zoekt vrouw hem niet de relatie gaf waar hij zo op hoopte, is hij momenteel hartstikke verliefd. Het is nog pril, maar het is veelbelovend, vertelt een glunderende Willem over zijn nieuwe liefde. De man die zijn hart sneller laat kloppen, is iemand die hij al heel lang kent. Ik ken Maarten al van de tijd dat ik op de landbouwschool zat. En dat is inmiddels al 33 jaar geleden. Op Valentijnsdag trok de boer de stoute schoenen aan en stuurde hij Maarten een kaartje. Ik vond het altijd al een leuke jongen. Het vonkje is blijven branden. Willem en Maarten spreken nu zo'n 2 keer per week af en zijn nieuwe vlam maakt heel wat in hem los. Je zit tegenover een heel gelukkige man, vertelt hij aan Yvonne. Een andere boer die heel gelukkig is, is Bastiaan. In Milou vond hij zijn droomvrouw. Ik ben hartstikke verliefd op Milou, zegt hij in onderstaande video. Er wordt zelfs al gesproken over een gezin stichten.